Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Tijd voor een nieuw bier, zeker. Ik was laatst in het winkelcentrum Ter Weide. En hoor ik jou denken, waar? Ter Weide. Dat ligt. Ter Weide is een onderdeel van Utrecht, een nieuwbouwwijk. Samen met Leidse Rijn en heel groot, echt waar. Het is een soort tweede stad Utrecht, maar het hoort bij de stad Utrecht. Snap je? Ja. In ieder geval, daar haal ik wel eens wat bier. Het is altijd een heerlijke zaak. En hoor ik je denken, waar? In Ter Weide bij Uno Mas. Uno Mas, echt heerlijke tent. En het grappige was, ik zag daar dus een bier en ik zag hem ook op internet voorbij komen. Dus Uno Mas brouwde dus een collaboration. Nou, eigenlijk niet Uno Mas, want het is een slijterij. Maar ze hebben natuurlijk wel een brouwerij nodig om een collaboration te brouwen. Er staat er ook bij, dit bier is een collaboration van Maximus Brouwerij, samen met Uno Mas en Ter Weide Bierclub. Ter Weide Bierclub, dus zijn met ze, dus een collaboration van drie, hè, dus Maximus Brouwerij, Ter Weide Bierclub en Uno Mas. En Ter Weide Bierclub is inderdaad een bierclub uit Ter Weide. Echt serieus, Remi, kom op. Nou, zeker, zeker. Daar kan je bier bestellen en dan komen ze op zo'n bakfiets komen ze bier brengen. Echt super tof. Heb je het ooit gedaan? Nee, dat nog niet. Ga ik wel een keertje doen. Maar dat hoor ik van zeggen, zeg maar. Snap je? Ja. Maar in ieder geval, die hebben dus samen een bier gebrouwen, genaamd Una Maximas. Ja? Van Una Mas, brouwerij Maximus, alleen dan niet Maximus, maar Maximas van Una Mas. Snap je? Ja. Ter Weide Coast Double IPL. Cool. Ziet er goed uit. Check it out. Mooi blik, gewoon niks aan gelogen, weet je. Het ziet er allemaal goed uit. Hier zie je ze staan, allemaal. Statiegeld, ja, tegenwoordig hè, sinds 1 april. Is geen geheim, statiegeld. Dat dus. Wat zit erin? Ingrediënten. Water, mout, pils, Munich, Kararet, Rogge, hop. Hopsoorten, Magnum, Mosaïek, Simcoe en Amarillo. Dus vier hopsoorten. En de gist is W34-70, 7,5%, jawel. Gebrouwen door Maximus Brouwerij. Ja, dat is natuurlijk de enige brouwerij, dus lijkt me logisch. We gaan hem openmaken. Ik heb geen proper glasware, maar ik heb wel glasware wat ik altijd gewoon lekker vind. Ken je dat? Ik denk het wel, hè? Als jij bierliefhebber bent, dan ken jij dat. Het is gewoon heerlijk bier om dit soort bier uit te drinken. Here we go. Ik ben heel erg benieuwd. Dus dit is aan. Weet je, Maximus brouwt prachtig mooie bieren. En dan in combinatie met een toffe bierwinkel. En uiteraard een toffe bierclub. Ja, dan maakt dit natuurlijk hopelijk een fantastisch mooi bier. Allereerste kleur. Vrij donker. Vrij donker voor een. Ja, ik denk toch een double IPA-achtig ja, type bier. Maar dat is op zich niet gek, want je ziet wel regelmatig bieren die wel donkerder zijn. Nou, het ziet er wel echt goed uit. Mooie schuimkraag, compacte belletjes. Het ziet er goed uit. We gaan maar gelijk naar de neus. Laten we het gewoon doen. Oeh, lekker. Ruikt goed. Ruikt echt naar... Wauw, oké. Okay. Denk een beetje aan mandarijntjes. Denk ook een beetje aan persik. Nou, niet een beetje. Vooral persik. Persik, mango. Weet je, ken je nog die persik snoepjes? Die je vroeger misschien had. Weet je, met die suikertjes en dan persik. Oh, dat is zo lekker, hè. Als je voor mij een zak neerlegt. Ja, ik doe het niet. Ik probeer het te minderen. Ik eet ze bijna nooit. Maar soms... Voor de jongsten, die vinden ze ook wel eens lekker. Dan liggen ze in de lade, moet ik eigenlijk niet weten. Want verslavend. Dit ruikt een beetje naar die persikjes. Ruikt echt heel goed. Wow. We gaan snel naar... Laten we gewoon naar de smaak gaan. En kijken wat deze doet. Van Uno Maximas. Nou, niet van Uno Maximas. Maar van Maximus Brouwerij. Ter Weide Bierclub. En Uno Max. Hun Uno Maximus. Maximas? Maximas. Ter Weide... Coast Double IPL. Damn.
Cheers. Lekker. Mooi bier. Fruitig. Fruitig, mango, perzik, die kant op. Echt waar, dat fruit komt prachtig mooi. Vooral in de voorgrond komen ze prachtig mooi naar boven. Je merkt als je hem doorslikt, komt er toch iets een beetje mouterigs, licht moutig, en ook wel een lichte droge afdronk. Maar die fruit blijft in je mond, blijft hij nog steeds doorgaan. Alleen je merkt inderdaad in de afdronk dat hij wat, nou ja, droger, licht bittertje zit er ook in. Eigenlijk een combinatie van eigenlijk alles wat je nodig hebt van een sowieso IPA, maar in dit geval dus een nou ja, Terweyde Coast, hè, West Coast, East Coast, wat ze ook bedoelen, double IPA. Hij is vol, hij is romig, er zit heel veel lagen in. Weet het mooie is van het bier, is dat de meeste, ik noem het even, de meeste double IPA's, die zijn super fruitig, super lekker, maar ook, die kunnen ook heel zoet zijn. Dat je denkt van, ah, had iets minder zoet gemogen. Ik wil wel dat fruitcomponent, maar had iets minder zoet gemogen. Dit is dan, dit is eigenlijk dan wat je nodig hebt. Mega fruitig in de voorgrond, mooi bittertje, droge afdronk. Redelijk droge afdronk. En dat blijft ook een beetje in je wangen. Dit is dan het bier wat je nodig hebt. Deze heb ik vandaag nodig gewoon. Deze heb ik nodig. De zon schijnt niet te extreem. Het is wel lekker weer. Het is niet te koud. Dit is gewoon lekker. Die combinatie. Dat is mooi. Mooie collab. Cijfer voor het bier voor vandaag. Zeker. Dat is echt maar een 8. Prachtig mooi bier. Heerlijk. Goed gebrouwen. En nogmaals. Weet je, als je deze ziet, maar dan moet je wel echt in de omgeving Utrecht wonen, denk ik. Woon je in de omgeving Utrecht, is dit zeker een aanrader. Maximus Brouwerij, samen met Sluiterij Oenemas en de Bierclub, Terweyde Bierclub. Ja, weet je, er valt niks meer te zeggen. Dit is gewoon hoe het moet zijn. Lekker. Ja, bedankt voor het kijken, liken en abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren. En hopelijk zie ik jou gewoon de volgende keer. Zelfde plek, op de bank, ik hier. Lekker, lekker. Gewoon gezellig. Gewoon een biertje drinken. Ligt aan hoe laat het is. Als je dit 's ochtends om 7 uur kijkt. Nee, doe maar niet. Gewoon lekker 's middags. Gewoon 's middags. Komt goed. Tot de volgende keer. Cheers.